Ja. Hallo. Ja. Alsof je aan het bellen en dan neemt iemand nee, op. Nee, daar zit ik echt. Hallo. Echt. Altijd als ik met jou zit op Facebook live, krijg ik een ontzettend rood hoofd. Goed, met even serious business. Want wij zitten hier samen op onze vrije zaterdagmiddag. En waar de een op zaterdag gaat shoppen of op de bank hangt of een Netflix binget of weet ik wat allemaal. Wat doen normale mensen op zaterdag? Ik heb echt geen idee. Boodschappen. Boodschappen, tuurlijk. Boodschappen. Ja, maar goed. Hebben wij gedaan wat wij leuk vinden. En ja, dat is nou eenmaal werken. We hebben toevallig ook in de auto net een discussie gehad over dat het taboe er maar eens van af moet. Dat het niet normaal is als je 60 uur in de week werkt. Ja, maar dat komt denk ik door dat woord werken. Daar zijn we, hoe voelt het voor jou als werken? Want nee, ik heb natuurlijk een lijst van lol gehad vandaag. Ja, weet je, en het ging zo, ik zou bijna zeggen moeiteloos. Moeiteloos, ja. Nee, maar dan ging het wel. Ja, dus, ja. Weet je, en dit is zo ontzettend fijn. Weet je, als ik een middag had geslapen of had zitten Netflix, had ik niet zoveel energie gehad als wat ik nu heb gehad. Nee. We hebben namelijk iets onwijs cools gemaakt. Echt, echt. En eigenlijk iets waar we al een tijdje mee liepen. En, ja. Nou ja, goed. En dan ga je ervoor zitten en dan valt ineens de vorm in elkaar. Maar kijk, dat is, als jij het dan hebt over dat moeiteloos, dan denk ik wel aan al die jaren dat je al tijd en energie hebt gespendeerd en in jezelf hebt geïnvesteerd en ook om alles op zijn plek klaar te zetten. Ja, ja, dus ik lig ziek met griep, net jullie te kijken, voel me gelijk beter. Luister, wij doen anderhalf uur livestream, Sandy, en dan weet je, is er geen dokter meer nodig. Ja, of ze is helemaal knock-out. Ja. Heb je weer een week nodig om bij te komen. Maar goed, we hebben ontzettend groot nieuws, want wat we eigenlijk willen is, hè, het is natuurlijk onwijs leuk als je zelf succesvol bent. Nou, en hè, hoeven we niet hypocriet over te doen. Dat kunnen en mogen we van onszelf inmiddels wel zeggen. Maar wat nog veel leuker is, is om andere mensen succesvol te maken. En daarin zijn we tot op heden hartstikke goed geslaagd, maar steeds tot een bepaald niveau. En het was eigenlijk al langere tijd onze wens. En daarom hebben we ook het Big Business Event georganiseerd afgelopen november. Wat twee hele coole dagen waren. Ja, en, die waren echt epic, hè? Ja, die waren echt epic. Oh, links en rechts. Anita vraagt hoe ik heet. Hallo. Veronique Prins. De Veronique Prins. Hallo mensen. De Veronique Prins, hè? Goed zo. Kijk, en ik hoef jou aan mijn luisteraars niet voor te stellen. Jawel. Dat is het grote verschil. Dit is de Maartje Koper. Nou. Nee, en ik noem dat altijd Magic Maartje. Maar we hebben ik heb toevallig de domeinnaam magischemaartje.nl vastgelegd. Ja, en hè? Toen zei ik al tegen je dat je Magic Maartje ook moest doen. Dat hebben onze vorige livestream ook al gezegd. Maar goed, waar het over gaat is dat we heel graag inderdaad iets wilden doen voor die ondernemers. Hè, die zeggen, joh, ik draai 30, 40, misschien zelfs 50.000 euro. Allemaal hartstikke leuk. En wat wij hebben geconcludeerd, weet je, als je echt goed bent in je vak, als je een beetje begrijpt hoe het spelletje speelt, dan is een omzet van 30, 40.000 euro, weet je, dat is geen rocket science, weet je. Dat kan je echt doen. Wil je verder en wil je naar een ton en daarboven, dan zul je meer moeten kunnen dan echt alleen een kanjer zijn in je vak en het spelletje begrijpen. Dat vraagt dan een visie van je, strategische aanpak, ja, een compleet andere mindset. Jezelf ook het succes toestaan en ook gunnen. Ja, en weten hoe je het voor elkaar krijgt dat mensen echt je gaan volgen en je dingen gaan kopen, zeg maar. En ik denk dat wij dat allebei heel goed doen. Dat lijkt mij ook. Ja. Nee, weet je, daar kan je heel ingewikkeld over doen, maar dat is. En wat we nu dus hebben gedaan, moet ik even tromgeroffel doen? We komen namelijk met een ontzettend cool programma voor iedereen die zegt van ja, inderdaad, weet je, hier herken ik me in. Ik zit tot 30, 40 duizend euro. Ik vind het allemaal hartstikke leuk en allemaal hartstikke gaaf. Maar weet je, echt rijk word je daar niet van. Echt groots leven kan je daar niet mee. En los van het geld, weet je, het gaat zo om de persoon die je wordt als je over deze hobbel heen stapt. Ja. Je moet zo'n ander mens zijn om 100.000 euro omzet te scoren, dan 50.000, ja, een andere ondernemer, een andere mindset. En alleen al die reis is het, zelfs als het financieel niks op zou leveren, het echt waard. En daarom komen we met iets heel cools. En we hebben het vanmiddag gemaakt. Het staat hier compleet uitgeschreven op het whiteboard. In spiegelbeeld. Ja. We hebben er nog niet eens een naam voor. Nou, Big Business Programma. Het Big Business Programma. Ja. We hebben er al een naam voor, begrijp ik nu. Maar het heeft ook een tagline, want de tagline is bouw je imperium. Ja.
Want het gaat niet om een paar klanten helpen of om een programma aanbieden of een product. Nee, het gaat om het complete pakketje van A tot Z. Dat er een complete marketing funnel of aanbod funnel is die helemaal uitgemapt is. Waarin je je klanten van A tot Z helpt. En daar ook veel klanten mee kan helpen. Dat op kan gaan schalen. Die mensen aan je weet te binden. Die visie uit weet te dragen. Die boodschap uit weet te dragen. En ook dat het strategisch ook vooral. Want mensen, kijk, ik hou van de wet van aantrekkingskracht. Maar als ik geen strategie in mijn business zou hebben, dan zou ik nergens zijn. Kijk, en die Veronique en ik doen dat wel op een andere manier, maar ik denk er wel bij na. En ik leer zoveel ook van haar. Nee, maar serieus. Want ze was net bezig met een geldberg, een money mountain, om die te laten zien hoe zij dat had gedaan. En toen zei ik, die moet ik ook. Ja. Ik moet ook een geldberg. Ja. Dus, en gelukkig gaat zij mij daar deze maand mee helpen. Maar daarna gaan we jullie daarmee helpen. Ja, want het is gewoon te belangrijk om niet na te denken over dat soort dingen. Kijk, en je kan wel een tijdje ermee wegkomen om op een minimale omzet te zitten en je overleeft het, weet je. Want daar zeiden wij toen straks ook. Het is soms heel oncomfortabel om heel veel geld te verdienen. Want je moet geld gaan vragen van mensen. En hallo, dat is een dingetje, ja, toch? En sales doen en marketing. En nog een keer duwen en nog een keer duwen en nog een keer een mail. En livestreams. Op je vrije zaterdagmiddag. Nou, als iemand denkt dat dit als werk is voor ons, volgens mij is dit nu wel duidelijk. Dus, Nou weet je, en wat het allercoolste is van de combinatie tussen ons tweeën, wij zijn dus Veronique Prins en Magic Maartje, is dus inderdaad dat we je leren om in dat imperium te bouwen, maar op jouw. Ja, on your terms is wat mijn eigen coach en ook jouw coach zou zeggen. Ja. En het coole van onze combinatie is dat ik een bijna volledig offline business heb. En Maartje een volledig bijna online business heeft. En we zijn allebei nagenoeg even succesvol. Ja. En als je ons dus samen hebt, dan heb je dus allebei. En daarnaast weet zij alles van wet van de aantrekkingskracht, mindset, geldmindset en dat soort zaken. En ben ik strategisch, best aardig onderlegd, zeg maar. Dus dit is echt de ultieme combinatie om inderdaad die stap te zetten van 30, 40, mogelijk 50.000 euro tot inderdaad echt, zoals veel van mijn klanten het zouden zeggen, in je grootsheid te stappen. Maar dat is op zich niet zo mijn tagline. Maar wel voor jezelf te zeggen van jongens, ik ben geboren voor meer dan dit. Weet je, voor 40.000 euro kan je ook een baan nemen. Dan kan je dat ook verdienen. Maar dit daagt je uit. Dit maakt je een grootser mens. Ja. En ondertussen een grootser bedrijf waarin je nog meer mensen kunt helpen. Ja. En jezelf iedere dag tot op de limit uit kunt dagen. Ja. En dat is echt waanzinnig. Ja, precies. Dus. Cool. Ja. Dus wij gaan dat doen. Wij gaan dat doen. Heel cool. Deels online en deels offline. Want dan hebben we natuurlijk de combinatie. Ja. 18 april gaat het beginnen. Ja. Gaan we praktische invulling ook al geven? Dat is lastig. Want we moeten dat natuurlijk nog allemaal even publiceren. Ja. Maar wat me wel een slim plan lijkt. Als je nou voelt van ik ben die persoon. Ik wil dat grootste bedrijf opzetten. Ik wil die volgende stappen. Ik wil in zo'n mastermind zitten voor die paar maanden. Dat je met andere mensen kan sparren. En van ons kan leren. En wij weten heel veel hierover. Ja. Je voelt een ja en je voelt een ja bij onze energie en bij alles wat we je vertellen. Zet het dan even in de comments. Zeg dan gewoon even ja, ik wil meer info, want die pagina die komt er vandaag of morgen. En dan gaan we ervoor zorgen dat je die toegestuurd krijgt. Ja. Dat lijkt me een heel verstandig plan, heel goed. Toch? Ja, het is in ieder geval een compleet strategisch uitgezet plan met een kop en een staart. Ja. En daar zitten 6 onderwerpen in. En het zijn exact de 6 onderwerpen die je inderdaad nodig hebt om van je huidige omzet naar je de ton of meer te komen. Ja. Ben je een startende ondernemer, ben je op heel veel verschillende vlakken bij ons meer dan van harte welkom. Ja, maar niet in dit programma. Maar niet in dit programma. Nee. Weet je, dan we hebben ook maar 30 plekken. Ja. Dus het is ook niet dat we zeg maar iedereen willen helpen. Dat is helemaal niet de bedoeling. We zijn echt op zoek. We willen ook gewoon iedereen leren kennen en de aandacht geven. Ja. Dus we zijn ook helemaal niet op zoek om zoveel mogelijk mensen in een programma te krijgen. Nee, we willen gewoon echt goede mensen die weten waar dit over gaat en die klaar zijn voor deze stap. Ja,
Ja, en er is ook een VIP-versie. En daarin doen we inderdaad het online stuk, offline stuk. Het offline en het online. Ja, nog verder, dan komen er ook live dagen en dat soort dingen. Dus we beginnen 18 april. Dus voor de zomer ben je compleet up-running. Weet je hoe het werkt en dergelijke. Ja. Als je ons een beetje kent, wij zijn dramatisch praktisch. Dus het wordt weinig gezever en vooral actie. Weet wel dat het hard werken zal zijn in die een paar maanden. Ja, en confronterend. Maanden. Ook dat? Ja. Ja. Jij pakt ook alles in met een mooi strikje eromheen. Ik ben heel diplomatiek. Ja. En ik verzwijg ook alles omdat ik mensen vooral geen rot gevoel wil geven. Nee. Dus, ik heb een klant en die heeft laatst tegen mij gezegd, ik kom wel naar je toe, al poep ik in mijn broek. Toen kwam ze dus bij me binnen, het was een zaal vol, ik had er toen 25. En toen kwam ik met een pak luiers aanzetten. Ik zeg, joh, doe die maar om, ga zitten en poep hem vol, weet je. Ze was er wel. Achteraf onwijs blij. En wat we je vooral ook hiermee willen geven, of je nou wel niet, of niet ons programma gaat volgen. Ja. Weet je, wij zijn van Walk the Talk. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die zeggen van, joh, ik laat je een ton of meer verdienen en je kan dit bij ons verdienen. En dan denk ik zelf eens, weet je, als je nou zelf je eigen programma eens gaat volgen, kom ik dan nog weer eens bij je terug. Maar dat is absoluut zo, want er zijn zoveel mensen die zeggen, oh, ik ga je helpen naar een six-figure omzet. En dan zitten ze er zelf geen eens. Het is zo'n bullshit. Die. Nou. En je mag mijn boekhoudprogramma inkijken. Ja. Nou, weet je, en we hebben afgelopen jaar... Ik ben er al bij die ton dit jaar, jij ook? Bijna. Ligt eraan hoeveel zich er nu in tekenen. Nee, dat is niet eerlijk. Nee, en zo werkt het ook niet. Maar god, ga ik weer kleuren. Ik snap de kleur als ik met jou zit. Maar waar het om gaat is, start before you're ready. Weet je, ik ben heel erg van walk the talk. Ik laat jou geen dingen doen die ik zelf ook niet doe. En we zijn zo enthousiast over dit programma. Want het ging er zo makkelijk, kwam het er net uit. Weet je? En we zitten hier echt te stuiteren. We waren er al een paar maanden op af aan het stemmen. Ja, maar ik weet niet of het overkomt. Maar we zijn er zelf nogal enthousiast over. Er is nog geen website, er is nog geen pagina. Nou, we hebben al min of meer al de prijs vastgesteld, maar zelfs dat nog niet finaal. Maar we gooien hem wel alvast de lucht in. Progressie voor perfectie. Ja. Weet je, als je voelt dat je dit wil, weet je, dan doet een salespagina er helemaal niks toe. Nee. Weet je resoneert met ons verhaal of niet, en hij komt er echt, en dan zal hij er ook nog goed uitzien, en dan komen er nog keurig knoppen op en zo. Maar wat we je vooral willen leren, is dat je zelf ook business op deze manier kan doen. Dat je voelt dat er iets is, keeper hem erin, weet je, en hoe het precies zit, want wanneer is dan de live dagen? Geen idee, maar komt allemaal in orde. Nou, dat weten we wel. Ja, goed. Nee, maar weet je... Nee, maar dit is wel waar het over gaat. En wat mensen veel te veel doen, is uitdenken, nadenken, doordenken, kapotdenken. En dat is dus eeuwig zonde. Ja. Want juist op deze flow en op deze energie kan je er inderdaad voor zorgen dat het ook echt gaat gebeuren. Ja. Dus, voel je dat dit wat voor je is? Ik voel wel dat dit wat voor mij is. Oké, nee, dat moet echt hun zeggen. Ik wil graag meedoen, Vinnie. Oké, nee, maar... Waar meld ik me aan? Nou, ik ben leontiek. Nou goed, ik moet dit wel een beetje serieus doen. Dit is serious business. Nou, nee, maar voel je dat dit voor je is? En zeg je van, joh, weet je, dit wordt mijn jaar. En niet alleen zeggen, maar je bent ook bereid om de actie ervoor te nemen. Want luister, wij leren... Ja, daar gaan we je niet mee weg laten komen. Echt niet. En wij leren jou wat wij hebben geleerd. En wij hebben net onder de lunch, want we hebben niet alleen maar hard gewerkt, we hebben ook nog hard geluncht, uitgerekend dat we samen al meer dan 2 ton in onze kennis hebben geïnvesteerd met ons samen. Dus je leert bij ons van alles. Maar het gaat er natuurlijk om, wat ga jij ermee doen? Ja. En die ton omzet, die komt er niet alleen met onze kennis, maar vooral ook als je echt uit gaat voeren wat we je meegeven en echt bereid bent om daar inderdaad, wat hadden we nou gerekend? Het zijn 13 weken, 3 maanden, om daar echt mee aan de slag te gaan. Maar wat is nou 3 maanden als investering in je leven lang het leven kunnen leiden wat je zelf graag wil leiden. En niet alleen jij, maar je gezin en dierbaren om je heen en dergelijke. Het is wat wij iedere dag mogen beleven. En juist daarom vind ik het zo cool dat we dit programma samen kunnen doen. Het is zo gaaf, want we hadden het er toen straks nog over die kleine dingen ook waar je zo intens dankbaar voor kan zijn, die je business je brengen. Ja. He, want daar gaat het ook vooral om, dat je een business creëert die jou dient. He, jij zei toen straks nog dat je op vrijdagmiddag lekker met je man en met de hond kan gaan wandelen. Jij creëert die vrijheid. Ja. En dat ik zeg maar in mijn droomhuis woon en dat ik daar die trainingsruimte heb. Waanzinnig.
Ja, en maar het zit hem ook in hele kleine dingen. Weet je, ja. Ik ben bijvoorbeeld echt een rituals fan. En ik ben dochter van een kruidenier, dus dat vond ik altijd veel te duur. Ja. En nu heb ik 6 soorten rituals op mijn plankje staan in mijn douche. En iedere morgen zeep ik me in met rituals. Oh weet je, God, nee, ja. maar, en dat gaat nergens over. Ik snap je. Over. Nee, maar dat is ja. zo luxe. Ja. Dat is echt luxe. Dus, ja, dat je gewoon goed. Niet op dat geld hoeft te letten. Nee. Dat je jezelf nee. die luxe kan gunnen. Ja, dus goed. Ja. Oké. Okay. Willen ze meer informatie dan? Schrijf even iets in de comments. Schrijf even ja, ik wil meer info of iets dergelijks. Of stuur een persoonlijk berichtje dan. Of mail. Of mail. Ook goed. Ja. Ja? Dus, info@maartjekoper.nl. We beginnen. Dus drie manieren. Comment, persoonlijk berichtje of e-mail. En dan zorg ik dat je de pagina krijgt vandaag of morgen. Waar alle info op staat. Alle modules uitgeschreven staan. En waar de investering op staan, et cetera, et cetera. Dus, maximaal 30 plekken? We hebben maximaal 30 plekken, ja, want we willen dit graag goed doen. Ja, het gaat ons niet om zoveel mogelijk mensen in een programma te rammen, we willen resultaat. Ja. En ja. Wat hadden we nog meer? We doen ook nog een VIP-versie. En hoeveel doen we er daarvan? 12. 12. Max 12. Ja. Maar dat goed, dat mogen ze later even naar kijken. Goed zo. Oké. Okay. Oké, cool. Toppie. Oké. Het komt eraan. Ja, en dat kan dus morgen zijn, want we hebben net het plan gemaakt. Ja, nogmaals, want we hadden het keurig, maar een stukje spiegelbeeld. Ja. Dus dat is niet, maar het wordt een heel cool programma. 18 april starten we, half juli klaar. Ja, precies. Oké. Okay. Cool. Goed. Okay. We hebben er zin in. Ja. Oh jee, de rituals. Oh ja, ja, rituals, echt heerlijk. Ja, precies. Cool. Oké. Okay. Goed. Okay. Nou, hebben we nog wat toe te voegen? Nee, ik denk het niet. Okay. Iemand nog wat te vragen? We zijn goed afgestemd. Ja, precies. Oké, ik ga dat gewoon allemaal naar jullie toesturen. Ah, hartstikke cool. Goed. Oké, nou, wensen we jullie... ga lekker door met boodschappen doen of zo. Of, Ja, maar dit zijn geen normale mensen. Oh, nee, dit zijn geen normale mensen. Die zitten kennis te vergaren op zaterdagmiddag. Dat zijn gewoon van die diehards net als wij. Kom op, goed. Oké, Hey jongens, fijn weekend. Ja, en het was gezellig. Oké, doei! Doei!